begin van onze paracross. De twaalfde editie in het kader van de Brutocross. Hier vandaag in Malden voor onze dames elite. Op de derde plaats, dames en heren, geeft zijn daarvan applaus Lara Verdonksel. Derde plaats voor haar, de dame van de mannen Bingo. De bloemen komen eraan, uiteraard voor Lara Verdonksel van de Brutocross tussen. We hebben ook al de burgemeester, de schepen, de sierenschepen, de Roan, de Broekeman, de deputé van de sport van de provincie Oost-Vlaanderen. Derde plaats, dames en heren, voor Lara Verdonksel. Tweede plaats voor haar, Annelie Mos. Felicitaties voor Lara natuurlijk. Ze hebben samen gestreden voor die plaats 2. Uiteindelijk in het voordeel van nummer 2 vandaag, Annelie Mos. En dan, dames en heren, zit er een woemenshow van gemaakt vandaag hier in Malden. Voor de tweede op één volgende keer, hier winnares Iris R. De meervoudige wereldkampioen, Olympische kampioen, Nederlandse kampioenen. Kortom, Marianne Mos. En de felicitaties voor Marianne Vos met de bloemen erbij. En de zoenen voor Marianne Vos. Er komt daar ook die tricochet van 500 euro, die komt er nog bij. En dan de flessen met schepen Roan in de bloemen die die gaan veranderen. Ook schepen series die flessen letterlijk allemaal veranderen. Voor de winnares, voor nummer 3 en voor nummer 2 in de uitslag. En dan nog een mandje met streekproducten voor winnares Marianne Vos van de gemeente Malden. Ja, dat is een goede hoor. En de burgemeester die nog een prachtige mand met de streekproducten overhandigt aan Marianne Vos. Mooie mandjes op met de bloemen en de zoon van de burgemeester. Voor winnares, dames en heren, Marianne Vos, Annemarie Vos, Lara Verdonksel. Fotografen die werk doen. En dan uiteraard die drukkelshop van 500 euro. En misschien een stapje naar voren, dames, als het mogelijk is. Om brouwers over de klasse, de drukkelshop. En dames en heren, Malden, laten we nog even horen voor Marianne Vos, Annemarie Vos, Lara Verdonksel.